Het is een heel oud, mooi schuurtje. Dat vanaf het begin dat ik zag dat dat ding te koop was, had ik daar interesse in. En het is een Almeloos monument. En nou, dat vond ik zo leuk om dat op te knappen. Ik woon hier in de buurt. Ik heb nog veel spulletjes van vroeger van mijn vader, zelfs van mijn grootvader. Die heb ik altijd bewaard en kan ik moeilijk afstand van doen. En dat ga ik hier dus een beetje uitstallen. Nou, wat je ziet, dat is zakken van Piet Vogelzang. Dat was mijn vader, die had dus een brandstofhandel. Die is hier begonnen in 1910, geloof ik. Met turf, kwamen ze met turf, dat hebben ze hier verkocht. Later zijn dat dus brandstoffen geworden. En daar heb ik veel spulletjes van bewaard. Onder andere een bakfiets, een transportfiets en turf en turfmanden. En dat vind ik leuk om te bewaren. Dat is een foto van Peter Leeuwen uit Almelo. De uitgave, die geeft veel boekjes uit over Oud-Almelo. En die heeft één foto mooi ingekleurd. En op die foto staat dus mijn grootvader met zijn turfschuit, met zijn 3 zonen. En waaronder mijn vader, dat die in turf gingen handelen. En nu Almelo weer het water terug heeft in de stad, ja, zie je wel wat gelijkenissen, toch? Ja, maar wat leuk is, je ziet alleen maar aanvoer van goederen en turf, maar ook beurtschippers. Alles ging per water met boten. En ja, dat is een prachtig gezicht. Je zit nog in auto. Het is allemaal nog ja, werk van vroeger. Prachtige foto. Naast dat u er zelf zoveel plezier aan heeft, bent u ook nog van plannen om het voor anderen tentoon te stellen? Nou, voorlopig nog niet. Ik vind het zelf nu nog zo mooi. Ik hou het even nog voor mezelf en misschien dat later, misschien mijn kinderen, dat die gaan zeggen van goh, voor scholen, dat die eens een keer langskomen om te kijken hoe het vroeger aan toe ging met kolen en met turf. Dat is dan misschien nog wel leuk, maar daar heb ik nog geen plannen voor. Ik heb er 3 maanden over gedaan. Het was helemaal vervallen, er was brand in geweest. De zolder was helemaal weg, de muren die waren weg, die hebben we weer rechtgetrokken. Er zat geen water in, er zat geen licht in, geen riolering. En ik kwam in contact met een hele goede restaurateur, Johannes Eckelboom. En die heeft me daarmee geholpen. En ik vind samen, we hebben er een heel mooi spulletje van gemaakt.